allemaal weer uit de vlog hebt gekregen. Ik ben Lucinda. Het is nog net ochtend. Denk ik. Ja, het is 11:15. Ik ben net opgestaan. Ik heb even lekker uitgeslapen. Aangezien ik vandaag ook niet kon werken. Omdat ik natuurlijk morgen getest word. Dus ik dacht, dan geniet ik er maar even van. En dan ga ik nog even uitslapen. Dus ik ga nu even sokken aan doen. Ik ga naar beneden. Ik heb broodje eten. We hebben niks speciaals. We zouden met z'n allen pas tweede paasdag iets met z'n allen doen. En anders was ik nu bij Rick geweest. Dus dan hadden we iets met Pasen met Rick gedaan. Maar ja, daar mag ik nu dus niet zijn. Dus we gaan vandaag gewoon normaal doen. En we hebben vanmorgen wel een brunch besteld voor het gezin. Dus het loopt een beetje anders omdat mama er nu niet is. Maar ja, die hebben we gewoon besteld. Dus dat gaan we gewoon gezellig doen. En we zullen wel zien hoe en wat. Dus ik wil jullie alvast, er waren veel dussen in dit shot. Maar ik wil jullie alvast een fijne ochtend wensen. Fijn Pasen. Ik heb helemaal niet beseft dat het Pasen is. Maar een fijn Pasen. En hopelijk hebben jullie een fijn Pasen gehad. En ik zie jullie straks. Ik ben ondertussen even de Verraders aan het kijken. Top serie trouwens. Ik was vandaag pas begonnen. En op een gegeven moment kwam Dominique een half uurtje gereden met: oh, heb je zin dat Mike langs de Mac rijdt? Ik zeg zo, nou ja, wil je iets dan? McFlurry. Dus nou kwamen we hem net brengen. Echt, ik ben zo blij. Nu heb ik een McFlurry. Dus ja, ik ga nu genieten van mijn McFlurry Oreo met chocola. Want ja, hoe meer calorieën, hoe beter. En ik ga ondertussen de Verraders verder kijken. Ik vind het echt een topserie. Ik vind het echt leuk. Ik hou van weerwolven en ik hou van Wie is de Mol. En dit is een soort van combinatie van. Want je hebt natuurlijk dat er 's avonds mensen vermoord worden. En je hebt natuurlijk dat er mensen weggestemd kunnen worden. Je hebt schilden zodat je niet vermoord kan worden. En je moet opdrachten doen zoals je dus bij Wie is de Mol hebt. Die laatste twee. Dus het is een soort van combinatie tussen Wie is de Mol, weerwolven. Zonder alle andere bij karakters, zeg maar. Bij Weerwolf heb je natuurlijk de heks en het onschuldig meisje en de jager, ligt er een beetje aan hoe uitgebreid je me speelt. Dit is allemaal zonder die allemaal, maar misschien dat die nog in het vervolg komen. Ik weet niet, dat mensen andere mensen kunnen genezen of zo. Geen idee hoe en wat, maar ik vind het echt wel leuk. Dat zeg ik nu al voor de derde keer. Ik ga genieten van mijn ijsje voordat die gesmolten is. En ik ga genieten van deze serie. Intussen heb ik gegeten en ik ben nog heel veel serie gaan kijken. Dat was ook echt een hele tijd geleden. Maar ik ga nu slapen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze vlog. Is dat zo benieuwd, dan help met een blauw duimpje omhoog. Druk heel veel op de rode knop hier beneden. En druk heel veel op het belletje, omdat het geen vermeerd wordt als ik een video upload. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een nieuwe vlog. Slaap lekker. Doeg!